Hallo en welkom bij een nieuwe shortcut. We hebben hier twee kubussen. Die lijken heel erg op elkaar qua hoe ze gevormd zijn. Als je ziet, dan zijn de middelstukken van de gele laag zijn nog niet op de juiste plek. Deze oplossing hebben we in een andere video al gezien. Je kan zien dat de kleur die in het midden verkeerd zit, de tegenovergestelde kleur is. Oranje. Oranje, groen. Groen. En die hebben we al gehad. Wij gaan nu deze situatie oplossen waar de kleur die we verwisseld hebben, dus rood en blauw, naast elkaar zijn in plaats van tegenover elkaar. Dus kijk goed, let goed op. Bij deze kleur is blauw is de tegenovergestelde kleur van groen. En dan kan je zien dat die daar zit. Rood en oranje zijn twee tegenovergestelde kleuren. En dan kan je zien dat rood bij oranje zit. En oranje bij rood. Ja, ik laat hem even zo staan, want dat zie je wat makkelijker. En hier kan je dus zien dat oranje en groen zijn naast elkaar. En de oranje en de groene middenvlakken, die zijn met elkaar verwisseld. Het zou ook rood en groen kunnen zijn. Dus het is niet per se deze combinatie altijd. Maar het gaat wel om de twee vlakken die naast elkaar zijn waar wij vandaag mee gaan werken. Ik ga jullie hier de oplossing voor laten zien. Mijn advies is wel om één van deze twee oplossingen te leren en niet allebei direct door elkaar heen. Want ze lijken op elkaar, maar het is wel een beetje verwarrend als je ze door elkaar heen gaat doen. Want dan ga je ze door de war halen en dan ga je foutjes maken. Dus leer eentje heel erg goed en dan de ander. Als we deze oplossing gaan doen, moeten we ergens op letten. We moeten een kleur kiezen, zeg maar, of een hoek moeten we kiezen. De hoek die we nu hebben is rood en blauw. Of blauw en rood, hangt van waar je naar wil kijken. Maar als ik dus deze hoek ga kiezen, dan ga ik hem aan deze kant van de kubus oplossen. Als je naar deze kant zou kijken, dan zijn ze aan deze twee. En dan zou je de beweging die we zo meteen gaan doen, tegen de klok in moeten gaan doen. Dat gaan wij niet doen. Dus let op, ik heb nu blauw en rood. Nou, rood zit aan deze kant. Dus nu moet ik hem aan deze kant gaan doen, de oplossing. Als ik hier zou kijken, dan zie je dat deze twee kleuren niet bij elkaar horen. Dus hier heb ik dan niks mee te maken. Als ik hem zo zou hebben, dan is groen en moet oranje aan deze kant zijn. Als ik hem zo zou hebben, is oranje is groen aan deze kant. Dan moet ik hem aan deze kant van de kubus op gaan lossen. En dat gaan we niet doen. We gaan hem aan deze kant. Dus ik moet hem dan zo houden. Want dan zie je dat oranje is aan de rechterkant. Als ik het met blauw doe, dan is rood aan de rechterkant. Dat is heel belangrijk, dat je de kubus op de juiste manier vasthoudt. Anders gaat het fout. En het is niet zo erg als het fout gaat, want dan kom je als het goed is bij deze oplossing uit. Maar ja, we doen deze shortcuts juist om het sneller te doen. Niet om na deze dan die ander alsnog te moeten doen. Dat is niet zo handig. Dus wij gaan vanuit deze positie werken met rood en blauw samen. De beweging die we gaan doen is als volgt. We gaan weer met de middenvlakken werken en met het bovenvlak. Dat zijn de enige twee waar we mee gaan werken. Dus we gaan met deze, die we hier in beweging zien, gaan we werken. Dus deze, oh, niet te ver door. En we gaan met deze aan de bovenkant gaan wij werken. En hoe begin je? Je begint heel makkelijk. Je begint 1, 2, doe je met de middelste. Dan doe je 1 keer de bovenste. Dan doe je 1, 2 de middelste en weer 1 keer de bovenste. Nu wordt die anders. Nu doen we 1 keer de middelste en 1, 2 keer de bovenste. 1, 2 keer de middelste en 2 keer de bovenste. 1, de middelste. En zoals je ziet staat alles nu, als ik deze nog 2 keer doe, goed. Zie je, hij is nu opgelost. Dat is de beweging. En ook weer net zoals bij die andere beweging, als we hem nog een keer doen, komen we weer terug waar we er net waren. Dus ik ga hem nog een keer doen om hem weer fout te zetten. Dat is 1, 2 keer de middelste, 1 keer de bovenste. 1, 2 keer de middelste, 1 keer de bovenste, 1 keer de middelste, 2 keer de bovenste. 1, 2 keer de middelste, 1, 2 keer de bovenste, 1 keer de middelste, 2 keer de bovenste. En zoals je kan zien, zijn we weer terug bij het begin. Nou, nog 1 keer. Nou, nu doen we hem, daarnet deden we hem met blauw-rood. Nu doen we hem met groen en oranje. Je kan deze ook de andere kant op doen. Dus ik zou hem ook zo kunnen doen. Dan is het 2 keer de middelste en dan deze kant op draaien. Ben ik niet gewend, dus ga ik niet doen. Dus ik blijf hem alleen zo doen.
maar wel om te laten zien dat je dus ook die andere kleur kan kiezen. 1, 2 keer de middelste weer. 1 keer de bovenste. 1, 2 keer de middelste. 1 keer de bovenste. 1 keer de middelste. 1, 2 keer de bovenste. 1, 2 keer de middelste. 1, 2 keer de bovenste. 1 keer de middelste. En 1, 2 keer de bovenste. En de kubus is weer opgelost. Nu hebben wij weer een opgeloste kubus. En dit was weer een shortcut. Ik hoop dat die handig is, dat die leuk is. Je kan hem ook heel snel gaan doen en je kan dan oefenen met de finger tricks. Wij houden het hierbij. Dit waren de kubussen waar wij mee aan de slag waren. Ik hoop dat je ze handig vindt en ik zou zeggen, ga oefenen.